Voor het maken van de microscoop heb je een stukje draadeind nodig. Dat stukje draadeind dat moet slechts 10 centimeter zijn. Maar we hebben deze lengtes, meterstukken van draadeind. Dus die moet je gaan inkorten. En hoe je dat doet zonder dat je het draad, dus het schroefdraad, gaat kapot maken, laat ik je in deze video even zien. Wat heb je nou allemaal nodig om zo'n stuk draadeind in te korten? Nou, allereerst een stuk draadeind en een tipje. Gebruik daar ook even zo'n moertje voor. In dit geval een vleugelmoertje. Ik zal je straks uitleggen waarom je dat nodig hebt. Je hebt natuurlijk nodig, nee niet natuurlijk, maar je hebt ook nodig stukjes karton voor de bankschroef. Je hebt een bankschroef nodig. Je hebt afmeet en een potloodje nodig, want het is anders erg lastig aftekenen op je stukje schroefdraad. En als allerbelangrijkste, een goede zaag. Ik ga hem inklemmen met karton. En dat karton dat zet ik er eventjes in. Even een handig klein stukje gebruiken. Aan twee kanten. En als ik dat zo aan twee kanten doe, een beetje dicht bij de bek, aan de buitenkant van de bek. Ik klem hem in. En ook het inklemmen doe je eventjes goed aandraaien. Aftekenen. 10 centimeter. Zorg ervoor dat je dat duidelijk aftekent. Dan komt dat vanzelf goed. En dan ga ik hem zagen. En hoe meer je hem naar de bek toe hebt, naar de bankschroef toe, des te beter gaat het zagen. Dan gaat hij niet zo mee trillen. Oké, ik heb hem nu afgezaagd. Ik zal je nu even laten zien waarom je dat moertje ook nodig had. Door het zagen is het schroefdraad een beetje beschadigd. Hier zie je aan de buitenkant zie je zo'n spaandertje van het zagen. Maar omdat ik er voor die tijd zo'n moertje heb opgedraaid, kan ik nu deze een beetje gebruiken en helpen het schroefdraad weer een beetje heel te maken. Want dat moertje dat maakt nu eigenlijk het schroefdraad weer soepel, zodat ik hem straks ook er echt een stukje, een moertje weer op kan draaien. Dus daarom heb je zo'n vleugelmoertje nodig. Nou, op deze manier kun jij dus zelf een stukje schroefdraad afzagen op 10 centimeter lengte. Je weet dat je hem in moet klemmen met een stukje karton, omdat anders het schroefdraad stuk gaat, dat je eerst even dat vleugelmoertje erop moet draaien, zodat je hem daarna weer mooi schoon kan maken, zeg maar. Ik noem het even schoonmaken. En dan heb je een stukje van 10 centimeter schroefdraad die jij kunt gebruiken voor je microscoop.